Doet het ook een beetje pijn dat de veemarkt eigenlijk ja, langzaam een beetje weggedrukt wordt? Nou, dat doet wel pijn natuurlijk, want ik ben met de veemarkt opgegroeid. En in 2002 moesten wij afscheid nemen van de veemarkt. En dat heeft me wel echt zeer deed, hoor. Want dat MKZ dat heeft wel wat teweeg gebracht. Niet alleen bij mij, maar ook bij alle veehandelaren natuurlijk. Ja. En inkopers en verkopers. Ja. Want het zit nou letterlijk en figuurlijk in het skaat van de hotels. Ja. Hoe lang nog is er vol te houden? Nou, we hebben heel veel moeite moeten doen om die stank zeg maar, van tussen het casino en de veemarkt weg te krijgen. Maar dat is ons gelukt. Maar we hebben op dit moment nog niet zoveel klachten in het hotel. Dat valt reuze met. Nee. Want als er nou klachten komen? Ja, dan zal er wat anders moeten. Hè. We hebben ook wel eens wat afspraken met de gemeente gehad. En om te kijken van, moet het verplaatst worden? Maar ja, het is voor ons natuurlijk wel een mooie vaste inkomsten. Want zomers hebben wij geen evenementen. Maar de veemarkt gaat altijd door. Hè. Dus... Het is mooi vast. Ja. Hoe heim de top los met Holland Casino zitten ze vlak naast? Nou, we zijn echt ook wel een half jaar bezig geweest om alle gaten en kieren tussen het veemarkt en het Holland Casino dicht te krijgen. En het is had heel veel moeite gekost. Maar het casino is op dit moment hartstikke tevreden dat ze stankloos binnen. Ja. En hoe jou het profileert in Miltenmeer als congresstad, vroeger landbouwstad, nu congresstad. Ja. Is dat te verenigen, al die pakken en die congressen en daarnaast ja, stinkende ja, veemarkt? Nou kijk, het is natuurlijk wel zo, die veemarkt is altijd heel vroeg in de ochtend. Hè? En als die lui komen en om die congressen te bezoeken, of die vergaderzaal te bemannen hier voor ons, dan zien ze geen veehouders meer, dan is dat weg, want het begint zo vroeg in de ochtend. En dat is wel het geluk. Maar wilt u net als hoe klagen bij het ontbijt? Nee, valt met. We hebben nog geen klachten van het hotel. Ja, af en toe is met de wind. Hè. Als de wind echt verkeerd staat, dan waait dan deur naar dit gebouw toe. Maar dat valt wel met, hoor. Ja, maar dat is geen reden om te prakken tinken over een oorplak of om maar afscheid te nemen? Nee. Kijk, de Stichting Vijanders hebben Noord-Nederland, hè, onder die naam is ze verder gaan. Die is hartstikke tevreden met dat plekje en die voelen zich helemaal thuis. En het hoort ook bij de Frieslandhal, VEC, WTC Expo, ik bedoel, Veemarkt hoort erbij. Ja. Dit was de Frieslandhal zeg maar 25 jaar geleden. In 1963 ben we hier begonnen en dit is toen aanbod door het personeel. Toen bestonden we 25 jaar. Dit was dus de huidige Frieslandhal. Het is zelfs de Kleinveehal die hier staat. Daar hadden we de Schapen en de Nuka's. Die werden aanvoerd van die kant. En deze hele grote club, er was bijna 20.000 vierkante meter, hoor. Die was helemaal voor de runderen. Dat is alleen maar koeien. En hier hadden we dan een soort met vooraanbindruimte voor. En die was ook laag, dat kun je ook op deze foto zien. En nou, die veehouders staan er allemaal tegenaan. En daar werden dus de koeien geladen en gelost uiteraard. Want hoeveel koeien kwamen daar wel net? Nou, we hadden in de drukste periode hebben we hier wel 2400, 2800 elke vrijdag. Alleen koeien moet je aangaan. En dan hadden we de schapen nog en Nuka's waren deze hal nog helemaal vol. En hiervoor, ja, daar had je natuurlijk al die cafés. Hè. En dat was natuurlijk... Ja, welke cafés was hier? Hier zat alleen het kantoor van de, zeg maar de Frieslandhal. En hier zat Jan Boekema. Hier zat Goes. Hier zat Jan Boekema. Dan had je twee keer Prins, dan twee broers. En dan zat je hier nog een andere Goes. Dat was meneer Goes en dit was mevrouw Goes. En die hadden dan 1, 2, 3, 4, 5 cafés had je hier. Ja. Met vijf verschillende eigenaren, ja. En wie er was een dolle boel in die cafés? Ja, natuurlijk. Er werd wel eens iemand op een kop slaan met een stokje. Want waren ze weer oneens over prijzen en dan wilden ze weer niet betalen. Ja, ik heb wel eens wat bloed zien in de café, hoor. Dat is natuurlijk prachtig. Prachtig is niet, maar ja, het hoort er allemaal bij. Afrekenen, hè, en anders kan je een klap voor je kop. Ja, dus, en dan dikke flappen op de tafel. Ja, we hebben ook wel eens een keer, dat was ook een heel mooi verhaal. We hebben wel eens een keer een curator gehad, die had natuurlijk schapen in beslag genomen. En die had ze dus hier keurig allemaal in de kleinveehal gesteld om ze de volgende dag te verkopen. Nou, en wij gingen open om, met de kleinveehal gingen we open om 5 uur, we gingen veemarkt lopen. En dan kwam die curator om die schapen te verkopen. Nou jongen, en toen waren al die veehandelaren om die curator erheen, met die stokken. Met die wandelstokjes. Die man is werkelijk wel gevlucht hier over de helikopter, over het bodenterrein. Nou, die man, die hebben we nooit meer gezien. En die schapen die later wel ophaald, maar die dacht ze even te verkopen. Had ze in beslag genomen, maar dat lukte niet. Ze staan allemaal mensen achter elkaar op zo'n markt, hoor. Natuurlijk in de concurrentie, maar dit hoort er echt bij. Ja, dat heb ik ook metmaakt. Ik denk, oh jee. Ik heb ook wel eens metmaakt met iemand van de AED. Die ging ze achteraan zitten. En,
toen moesten die, hebben die man gewoon via het restaurant, ze hebben die man het buiten laten moeten. Want ja, de AID was natuurlijk hartstikke streng. En daar is een grote hekel aan. De inspectiedienst. De inspectiedienst, ja. Al een inspectiedienst, nou joh, en die, oh, die zoekvluchten. Oh, dwars door keukens heen en door het restaurant heen. En dat is, ja. Ja, dit gebied, Frieslandhal, heeft heel wat leuke anekdotes gehad.